Goedenavond, goedenavond, goedenavond. We komen eraan hoor. Kom eraan, kom eraan. Even gedeeld. Ja, als het goed is, zet Jacob hem nu aan. Kijk eens. Wat goed. Goedenavond. Hoe is het? Hebben jullie zin in? Yoga? Ik wel. Ik heb er zin in. Zullen we gewoon gelijk beginnen? Wat een mooie plek hier, hè? Kennen jullie dit al? Jawel. Was vanmiddag heerlijk in het zonnetje en nu ook op de foto zie ik. Heerlijke plek van Groningen, of niet? Ik zet hem aan. Even kijken. Yes. Goed. Kom mooi breed staan op je matje. Mooi trots. Lift je borst, schouders naar achteren. En vanaf hier neem je rustig je armen mee de lucht in. Adem in. En adem je rustig uit. Open je linkervoet naar de zijkant. Neem je rechterarm, de grote boog, mee naar links. Vanaf hier trek je hem aan. En maak die boog nog een keer. Je ademhaling is hier belangrijk. Maak grote bewegingen. Gecontroleerd. Adem in. En adem uit. Alsof je een pijl in een pijlenboog legt. Hè? Die trek je mooi aan. En dat doe je opnieuw. Controle over je ademhaling. Zorg ervoor dat die spieren mooi warm worden. Netjes. Oké, we verlengen de combinatie. Grote boog. Trek aan. Vanaf hier duw uit met de rechts. En kom weer terug naar het midden. Heel goed. Nog een keer. Dus die boog. Trek aan. Duw uit. Maak je bek steeds wat groter. Heel goed. Oké, zet je linkervoet naar voren. Rechtervoet zet je opzij. Mooi. Trots. Schouders naar achteren. Dat is je beginpositie, hè? Oké. Komt ie aan. Grote boog met links. Trek aan. Rust aan die spieren aan het opwarmen. En als we mooi aan het opwarmen zijn, kan je die beweging steeds wat groter maken. Steeds wat meer die benen strekken. Netjes. Boog. Rijk echt van links naar rechts. Ver mogelijk. En dan weer aantrekken. Heel goed. Buikspier hou je mooi aan. Zoek je balans, zoek je controle. Fantastisch. Oké, die combinatie vergroten we. Trek aan. Duw uit. En terug naar het midden. Heel goed. Nog een keer. Adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Heel goed. Let op. Stap naar links. Maak een mooie grote cup met je handen. Buig je rechterbeen en je linkerbeen is gestrekt. Naar de andere kant. Stap uit. En cup. Hier, trots. Hier lift je borst. Richting het plafond. En je wisselt. Je voorste been is steeds gebogen. Je achterste been is gestrekt. Heel mooi rustig. Lift jezelf omhoog. Laatste. Oké, kom weer mooi staan met je linkervoet open. Rechterarm. Rijk naar links. Vanaf hier trek je aan. Duw je uit. En cup. Heb je? Dat is de volledige combinatie. Trek aan. Duw uit. Cup. Boog. Trek aan. Duw uit. Als het goed is, zijn die spieren mooi aan het opwarmen. Dus maak je beweging steeds wat groter. Cup. Winter in July. Vandaag is het wel zomer. Heerlijk weer. Wat vrolijk van. Cup. Heel goed. Maak hem af. Trek aan. Duw uit. Kom. Heel goed. Maak een mooie schouderrol. En draai dan je matje. Verticaal neer. Leg hem verticaal neer.
Heel goed hoor. Ik zal een beetje recht leggen. En kom er mooi vooraan op je mat staan. Je schouders naar achteren. Lift je borst. Oké. Vanaf hier neem je heel rustig, mooi gecontroleerd. Je armen mee omhoog. Je strekt mooi uit. En je ademt uit. Zoek je rust en je controle hierop. Begin in de combinatie. Maak je helemaal lang. Strek je helemaal uit. Om hier je handen naar de grond toe brengen. Down fold. Flat back extension. Buikspier zet je aan. Je maakt een mooie rechte rug. Daarna weer je handen naar de grond toe. Met je heupen hoog. Zet je rechterbeen naar achteren. Lift je borst. Je heupen duw je naar voren. Je voorste voet die komt mee naar achteren in de plank. Je zakt rust door je armen. Je zet je knieën op de grond en dan zak je door je armen. Met je borst gelift. Heupen hou je hier laag. Plaats je gewicht naar achteren. Op je knieën. Die je tenen in de grond of daar duw je uit vanuit die benen. Strek maar uit een downward dog. Kijk naar voren in de bier. Naar voren lift je borst en neem gelijk je linkervoet mee. Heupen mee en lift je borst. Achtervoet zet je naast je andere voet. Strek je heup omhoog en neem je armen helemaal de lucht in. Dat is een volledig gezonde groet. En het tempo gaat nu omhoog. Adem in. Adem uit, helemaal omlaag. Flat back extension, vanuit je buikspier hè. Rechte rug. Handen omlaag, trek je heup omhoog. En nu juist je linkerbeen naar achteren. Je heupen duw je mee naar voren. Voel die spanning. Oké, je voorsvoet naar achteren in de plank. Knie aan de grond en zak dan door je armen. En lift je borst. Heupen hou je hier laag. Gewicht plaats je naar achteren. Tenen in de grond en duw uit. Downward dog. Kijk naar voren in de bier. En neem je rechterbeen naar voren. Heupen mee. En je achtervoet zet je mee. Trek omhoog je heupen, voel die spanning in je hamstrings. En neem dan je armen rustig mee omhoog. Adem uit. Heb je hem door? Gaan we het iets moeilijker maken. Helemaal omlaag. Flat back extension, let op je ademhalingen. Adem uit. Recht voet naar achteren, adem in. Adem uit. Ja. Voorsvoet naar achteren in de plank. En kies nu je optie, tenen of knieën aan de grond. En zak door je armen. Lift je borst. Tenen in de grond. En vanaf hier in één keer in downward dog. Kijk naar voren. Linkerbeen mee. Rechterbeen. Trek omhoog. En nu je hele lichaam volledig omhoog. Strek uit. Adem uit. Oké, laatste ronde. Adem in. Adem uit. Flat back extension. Adem uit. Links naar achteren. Heupen naar voren. En op hier. Voorsvoet naar achteren. Plank en zak door je armen. Lift je borst. Tenen in de grond en één keer downward dog. Strek je benen uit. Kijk naar voren in de bier. Trots en neem je rechterbeen mee naar voren. Heupen mee. Achtervoet, stap bij. Trek omhoog je heupen. Voel de spanning mooi in je hamstrings. En nee, kom helemaal rustig omhoog. Strek maar mooi uit. Adem uit. Mooi. Oké. Lig je mat. Je mooie horizontaal neer. Oké. Linkervoet open. Rechtervoet recht naar voren. Kung Fu stijl. Zak mooi diep door. Strek je rechterbeen. Oké. Warrior pose. Je linkerbeen is gebogen en je rechterbeen is gestrekt. Met je voeten, je rechtervoet recht naar voren. En die hakken in een lijn met elkaar. Check jezelf. Klopt dat? Oké. En vanaf hier ga je kijken of je het zwaarder kan maken door te verdiepen.
Open nu je handpalmen. Omhoog. Blow on in. En vanaf hier in Sun Warrior. Lift je borst. Open je ribben. En strek je mooi uit. Kijk nog iets lager. Zit er zo die verdieping op. Trots. Let op. Je linker elleboog naar je linker knie. Je andere arm strek je uit. Hand op je borst. Fantastisch. Warrior pose. Je linkervoet naar voren. Rechtervoet. Openen. Vanaf hier. Zakken. Verdiep. Adem door. Ga naar de andere kant. Zorg voor die schouders mooi laag zijn, hè. Niet te veel optrekken en mooi laag in je rug. En let op. Handpalmen naar het plafond. Naar de zon. En Sun Warrior. Lift. Dat is belangrijk. Dat je die ribben opent. En lift. Mooi diep zitten. Nu. Je rechter elleboog naar je rechter knie. Strek uit. Mooi lang maken en verdiep. Heel goed. Oké. Kom in een mooie pose. Of hier zak je wat meer omlaag. Hou hem vast. Goed bezig. Even voor die verzuringen. Even zuur het al. Voel die spanning maar. Je bovenbeen. Let op. Laat je rechteronderarm op je rechterbovenbeen. Strek uit en verdiep. Mooi laag zitten. En als je denkt van ik wil nog meer, dan kan dat. Plaats in je rechterhand naast je rechtervoet. Plaats het gewicht volledig op je rechterbeen. En als je denkt, hey, linkerbeen, ik kan de lucht in. Kom dan mee. Linkerbeen de lucht in. Voel de spanning in je bovenbeen van je rechterbeen. Balans is belangrijk hier. Dat je tenen weer achtervoet naar je heup. Nu je hak naar weg. Strek dat been uit. Adem door. Heel goed. Plaats rustig terug. Vanaf hier kom je in de lunge. Je rechterbeen. Daar blijft de focus op. De linkerbeen is achter. Je rechterbeen is voor. Vanaf hier zak je linkerknie naar de grond. Je blijft ook mooi onder je bovenlichaam. Je rechterknie is boven je enkel. Heb je hem? Oké. Vanaf hier kan je gaan kijken om te diepen. Hoe laag kan jij zitten? Hoe laag je zit, hoe meer spanning je voelt op het bovenbeen. Het is belangrijk om rustig door te blijven ademen. Hou je het langer vol. Oké, neem je handen mee de lucht in. Mooi lang. Schouders in je rug, mooi laag. En zak maar door. Wauw. Mooi diep. Adem door. Voel die spanning door die spieren heen gaan. Ja, nu mag je het echt wel even voelen. Nu mag je die pijn echt wel even voelen. Fantastisch. Duw uit. Wissel om. Andere kant. Linkerbeen is nu voor en je rechterbeen is achter. Vanaf hier gaan we weer de verdieping opzoeken. Kom mooi zitten. Mooi laag. Weer je linkerknie boven. Je linker enkel en je rechtsknie achter hem. Oké, neem je armen mee de lucht in. Lift. En zak met die schouders en zak met je lichaam omlaag. Fantastisch. Voel die spanning. Hou je balans in je buikspieren mooi aan te spannen. Adem maar rustig door. Duw uit. Oké, kom in een warrior pose. Zak maar door. Strek je rechterbeen. Je linkerbeen is gebogen. Heel mooi. Kan je nog dieper? Kan je zakken? Fantastisch. Hey, onderarm, die bovenbeen. Strek uit. Diep zitten, lang. Heel goed. En hij zegt van, hey, ik ga ervoor. Kom maar mee. Plaats je linkerhand naast je linkervoet. Plaats het gewicht op je linkerbeen. Zoek je balans en strek uit. Breng je tenen van je rechtervoet naar je heupen toe en duw je hak van je af. Doe het fantastisch, houd het eventjes voor. Blijf ademen. Je bent er bijna. Hou vol. Yes. Heel goed.
Oké. Hey, heel goed. Moet heel eerlijk zeggen, gisteren weer voor het eerst hard gelopen. Je spierpijn, die is er wel. Oké, hey. Trek je schouders mooi naar achter. We gaan naar de balans. Lift je borst, zet je buikspieren aan. Plaats je rechterenkel tegen je linker onderbeen aan. Ja, dat is optie 1. En hier neem je rustig je armen met de lucht in. Lang maken en plaats je handen tegen elkaar. En plaats ze mooi voor je borstbeen. Dus optie 1, hè? Wil je meer? Optie 2 is hier. Als je denkt van, hé, ik heb misschien nog wel meer. Pak je voet dan vast. Plaats je voet mooi hoog neer. En hou je balans. Hou je rust. Adem door. That's the key. Om je buikspieren aanspannen en rustig blijven ademen. Hou jij je balans. Hou jij je rust en je controle. Plaats je voet weer neer. Om de focus op je andere been. Je rechterbeen is je standbeen. En plaats je hak weer neer. Wil je meer? Plaats hem hoger. Gecontroleerd. Hou die rust. Eventueel pak je hem vast. En plaats je hem zo hoog mogelijk neer. Zelf ben je linkerbeen. Komt over die rechterbeen heen. Je kan even neerzetten, maar je kan ook kiezen om tegen je benen aan te zetten. En dan neem je linkerarm voorlangs. Stretch je je schouder. Mooi laag houden je schouder. Gecontroleerd. Hou je voet mooi tegen je kuitspier aan. Wil je meer? Neem je rechterarm mee de lucht in. En je linkerarm komt er onderdoor. Die pak je duim vast. En dan hier. Lift de rust gecontroleerd die elleboog de lucht in. En als je niet verder kan, open dan je borst. Trots. En zet je linkerbeen uit. Pak dan rustig je rechterbeen vast. Je rechtervoet vast. Beide handen als het lukt. En kom naar voren. Je borst, je schouders. Kom de richting. De vloer. En als je dan niet verder kan, strek dan uit. En maak een volledige rechte plank. Met je bovenlichaam en je achterste been. Buik eens aan. En rustig staan. Zoek je balans op. Handen voor je borst. Rechterbeen over je linkerbeen heen. Balans weer zoeken. Je rechterarm komt voorlangs. Stretch je schouder. De linkerarm is goed. Elleboog is hoog, naar de zak maar hoog. Van hier, je rechterarm onderdoor en pak je duim dan vast. Van hier. Je rustig gecontroleerd. Je ellebogen de lucht in. Trots, lift je borst als je niet verder kan. Open. Heel mooi. Zet je rechterbeen dan neer. Pak dan gecontroleerd je linkervoet en linker enkel vast. Kom naar voren. Als je niet verder kan, strek uit. Focus op de grond. Focus op een doelpunt. Maak een mooie rechte plank voor je bovenlichaam. Dus verlengde met je achterste been. Hou hem vast, blijf je buikspieren aanspannen. En rustig, zet je weer neer. Je schouders naar achter. Lift je borst. Fantastisch. Oké. Plaats je mat weer in het midden. Vanaf hier gaan we naar de heupopeners.
Op je rechterbeen, je rechterheup. Dus ik heb een balans op. Kom in de kung fu stijl staan. Zet neer. Andere kant. Super. Plaats je linkervoet achter je rechterbeen. Vanaf hier ga je mooi rustig zitten. Zie je knieën op de grond. En opent je benen. Let op. Je rechter enkel staat op je linkerknie. Heb je hem? Je linkervoet is op de grond. Oké. Zorg ervoor dat je schouders mooi naar achteren trekt en je borst blijft liften. Dat is belangrijk. Niet inzakken, nee. Trots. Buikspieren zet je daaraan. En kijk dan waar je die heupen neerzet. Hoe verder je bij je hak plaatst, hoe meer stretch je voelt. Ja, zoek er even je eigen variatie op. Vanaf hier trek je rustig gecontroleerd je heupen naar het plafond. Waarbij je die buikspieren aanspant en je borst lift en kijk omhoog. Zorg ervoor dat die bilspieren blijven spannen. Dat je in één rechte plank staat. Kan nog ietsjes hoger. Lift. Kijk omhoog. Trots. Balans. Buik aan. No worries. Fantastisch. Oké, rustig plaats je bilspieren weer neer. Je heupen neer. En vouw je benen over elkaar heen. Oké. Neem je arm mee de lucht in. Strek uit. Adem in. En met die uitademing vouw je je bovenlichaam over die benen heen. Adem in. Adem uit en kom laag. Adem in, mooi trots. En pak met je linkerhand je rechterknie vast en open je ribben. Lift richting het plafond. Oké, weer rustig terug. En plaats je bovenste been, ja, plaats je naar achteren. Op de grond, je knieën op de grond en de bovenkant van je voet op de grond. Vanaf hier zoek je die verdieping op met je heupen, die gaan richting het plafond. Je handen plaats je iets voor je neer en je zoekt de verdieping op. Mooi laag en diep zitten. Netjes. Oké, kom rustig omhoog. Plaats je voorste voet onder je heupen neer. Zoek je balans en kijk of het lukt om je rechter enkel vast te pakken. Trek je naar je hak toe. Zo steeds wat verder. Blijf mooi trots en niet gaan zakken hier. Nee, trots met die borst. Schouders naar achteren. No worries, no worries. Oké, rustig weer neer. Laat je voeten tegen elkaar aan. En spreid je benen naar buiten. Goed. Ga naar de andere kant. Laat je rechtervoet neer. Linker enkel op je rechterknie. Oké dan. Doen we weer precies hetzelfde, maar dan aan de andere kant. Vergeet het natuurlijk, hè. Oké, kies eens hier weer je optie, hè. Wat voelt voor jou goed? Verplaats je die heupen neer. Maar open je knie. Voel die spanning ook hier in je lies. Blijf trots, belangrijk. Dus niet inzakken, nee. Lift je borst. Schouders achter. Voel die spanning hier ook maar in je schouderbladen, hoor. Spier tussen schouderbladen. Oké. Hey, rustig gecontroleerd. Je heupen naar het plafond. Duw maar uit. Kijk of je hier je rust en je balans kan vinden. Maar blijf je heupen omhoog duwen. En span je bilspier aan. Dat is belangrijk. Kom je toch wat verder. Je hele lichaam staat mooi onder spanning. No worries. En rustig plaats je bilspieren weer neer. Op de grond, mooi gecontroleerd. En plaats je knieën over elkaar heen. Trots er ietsjes in draaien. Adem in en neem je armen mee de lucht in.
Adem uit en zak maar mooi omlaag. Vouw weer je bovenlichaam over die benen heen. Adem in. Adem uit en lager. Nu mooi trots, lift je borst. Dan met je rechterhand je linkerknie en open. Hoog de lucht in. Lift je ribben. Oké, fantastisch. Ja, je bovenste been. Plaats die naar achteren. En zak maar mooi naar de grond. Voel die spanning in je heupen. Laat je handen iets hoger en zak omlaag. Vanaf hier duw je rustig uit. Plaats je je voet onder je heupen. En pak je gecontroleerd je achterste enkel vast. Hop, balans. Yes. Heel goed. Oké, trek maar aan. Trots. No worries, no worries. Laat rustig los. Plaats je voeten tegen elkaar aan. En spreid maar uit. Trots. Buik eens aan. Adem rustig door. Heel goed. Netjes. En we gaan door naar de buikspieren. Kom liggen. Schouderbladen in de grond. Handen naast je lichaam en trek die benen maar omhoog. Zorg voor die hoek van 90 graden in je knieën. En die plaats je even en rustig naar de grond, die voeten. Wissel. En wissel. Heb je hem door? Oké. Zoek dan het tempo op. Komt-ie. Tip. Terug. Tip. En terug. Plaats je voeten iets verder neer. Niet die buiging in die knie. Nee, die hoek blijft hetzelfde. Ja, dus plaats hem maar verder. Heel goed. Dan voel die spanning onderin je buik. En je schuine buikspieren. Daar ligt die focus nu op. Tip. Yes. Oké, wil je meer? Crisscross dan. Met je armen die meegaan. Tik. Terug. Tik en terug. Netjes. Fantastisch. Let op. Laatste. Voeten neer. En trek jezelf omhoog. Aan het touw. Hup. 2, 3. En terug. 1, 2, 3. En laag. Gecontroleerd. Krachtig. En adem door. Train hier die rechterbuikspieren. En dan vooral die wat boven gelegen zijn. Yes. Oké. Plaats maar weer terug. Voet om de lucht in. Gecontroleerd omlaag. Weer terug. En wissel. Fantastisch. Oké. Tempo. Tip. Terug. Hier pak je dus vooral je onderbuik. Ja, mooi laag gelegen. En wanneer je dus jezelf omhoog trekt, de touw, pak je meer de bovenkant van je buikspieren. Ja? Oké, super. Armen, ga mee. Tip, terug. Tip en terug, yes. Adem door, hè. Oké, die voeten neer. Trek jezelf omhoog. 2, 3. Hier is bovenin. Die spieren trainen. Je rechterbuikspieren. Heel goed. 1, 2 en 3. Ja, netjes. Come on, hè. Half op. Je laatste. Oké. Hey, we gaan naar de plank. Ja, mooi toetje. Goed. Heupen omlaag.
Buikspieren zijn aan. Gezicht boven je handen. Rechterplank. Niet te hoog, hè? Nee, laag. Let op. Voet omhoog. Plaats opzij. Weer terug. En laag. Andere kant op. Zij. Terug. En laag. Zet de knieën op de grond. Prima. Trek dan omhoog. Plaats opzij. Terug. En laag. Heb je hem? Die is jouw optie. Kom op. Op. Zij. Terug. En laag. Wauw. Fantastisch. Je bent er bijna. Jot pose. Ja, ja, ja. Goed bezig. Maak je rug even bol. Vanaf hier hol. En plaats dan je buik mooi op de grond. We gaan naar de onderrug. En deze is best pittig, hè? Deze voel je echt wel even. Oké. Neem je handen mee naar voren. En hou ze daar even vast. Ja? Je voelt gelijk je spanning in je onderrug en in je bulspieren. Echt waar. Zorg ervoor dat je buikspieren aan zijn. Let op, let op. Vanaf hier trek je rustig gecontroleerd je handen naar je schouderbladen. Je maakt een schouderrol in je lip, je borst. Trots. En neem nu je handen mee naar achteren. Netjes. Naar voren. Trek aan. Naar achteren. En achter. Fantastisch. Voor. You got the love. Trek aan. Schouderrol. En helemaal naar achteren. Oh, you got the love. Trek aan. Fantastisch. En naar achteren. Oké, plaats je handen voor neer. Hoofd even op de grond. Even je spanning van je nekspier en van je onderrug. Dat is lekker. Oké. Nu weer. Kijk naar voren. En neem je handen mee naar voren. De lucht in. Controleerd. Trek rustig aan. Adem door. Schouderrol. En naar achteren. Heel goed. Nog een keer. Trek aan. Lift. Achter. En naar voren. Aan. You got the love. Dames en heren. Zet door. Zet door. Fantastisch. Ook over een zuurtje rug. Je mag die pijn best wel even voelen. Niet te veel pijn doen natuurlijk. Maar die verzuring. Voel je best wel even hoor. Naar voren. Zet maar door. Achter. En naar achteren. Oké, let op. 1 voor 1. Trek je die handen naar achteren. Je voorste hand. Blijf voor gestrekt. Heb je hem door? Trek aan. Terug. Achteren. Naar voren. Laat je handen neer. En kijk naar de andere kant op. Even weer rust eraf. Oké, netjes. Heel goed. Kom op je rug liggen. We gaan naar de hip bridge. Plaats je voeten neer. Schouderbladen goed in je grond, in de grond. Achterover de grond. Plaats je handen naast je lichaam neer. Vanaf hier ga je kracht zetten vanuit je heupen. Vanuit je buik. Vanuit je bilspieren en je onderrug. Je duwt als het ware je heupen de lucht in. Blijf je voeten mooi stevig in de grond zetten. Schouders in de grond. Oké. Sta je. Voel dan even. Buik aan. Heup aan. Bilspieren zijn aan. En je rugspieren zijn aan. Voel maar met je vingers. Die zijn hard. En als je denkt van, hey, ik wil weer meer. Kom dan mee. Hoek van die benen. Strek uit. Terug. En laag. Heel goed. Maar hou die heupen hoog, hè. Strek uit. Weer terug. En laag. Wauw. Uit. Weer neer. En laag. Fantastisch, hè. You got the love. Oké. Plaats je bilspieren weer. Als je meer wil, met je handen bij die schouders. En vanaf hier
gaan we uitduwen. Weet je nog? Arm uit en heup uit. Komt ie. Duw maar uit. Ver als jij kan. En nu weer rustig terugplaatsen. Controleerd. Controleerd. En neer. Wauw. Goed, hè? Zet er alweer op. Je rug. Dan gaan we nu mooi die rug twisten. Oké. Laat je armen mooi breed neer. Ja, dat is belangrijk. Zorg voor dat die schouderbladen mooi beide in de grond liggen. Dan laat je je knieën naar één kant vallen. En dan zul je merken dat je rug gelijk al twist. En om meer spanning te creëren, kijk je naar de andere kant. Zorg ervoor dat je heup mooi laag blijft en dus je schouderbladen op de grond. En als je dan meer wil, pak dan je bovenste knie vast en plaats die hoger neer. Dan heb je nog meer die draai, nog meer die twist in je rug. Adem door. Je zult merken dat je hartslag rustig daalt. Oké. Rustig plaats je voeten in de grond. En je wisselt als het ware van kant. Knieën naar de andere kant. Kijk naar de andere kant. One more. Plaats je knie dan hoger neer. En vanaf hier. Rustig omhoog. Plaats je benen over elkaar heen. Pak eerst je linkerknie vast. En trek die hand, je ellebogen richting het plafond. Open, lift je borst. En zet je handen achter je bilspier neer en draai je rug. Schouder trekken naar achter. Draai je achterschouder en je voorschouder duw die maar naar voren. Oké. Wissel van kant. Maar met je rechterhand. Je linkerknie vast. En lift. Trots. Echt zorg dat je uitduwt vanaf hier, ja? Lift je borst naar het plafond. En blaas je hand achter je bilspier. Trek je schouder naar achteren. Voorschouder blij. Klein beetje meeduwen, zodat je nog meer die rug kan twisten. Oké. Open je borst. Trek die schouders naar achteren. En vanaf hier duw je handen naar elkaar toe. Vanuit die rugspieren. Netjes. En vouw dan je bovenlichaam weer over die benen heen. Adem in. En strek maar uit. Kom rustig omhoog. Eén voet voor. Zo even. Andere achter. Lift je borst en plaats je elleboog in die knie. En vanaf hier strek uit. Twist je rug. Rustig terug. Nu zet je juist je andere been voor. Plaats me naar voren. Andere achter. Borst gelift. En draai je elleboog in. Strek uit. Die schouders naar achter. Netjes. Vanaf hier. Mooi rustig zitten. Die voeten tegen elkaar aan. En breng die knieën. En mooi rustig naar de grond. Maar zorg ervoor dat je je buikspieren aanspant en je borst ligt. Inzakken. Nee. Trots. Steeds verder zakken de knieën naar de grond. Nu plaats je linkervoet naar voren. Strek je linkerbeen. Plaats je andere voet tegen je bovenbeen aan. Mooi ver. Kijk hoe ver jij hem neer kan zetten. Met een vier. Plaats je hand op je bovenbeen. Plaats hem op je bovenbeen. En rustig. Rijk hem en glijden als ware naar voren. Steeds wat verder. Mooi gecontroleerd.
Langzamerhand ga je steeds meer spanning voelen. En blijf mooi ademen. Adem in. En kom wat verder. Rijk maar naar voren. Je zult merken dat je steeds ietsjes verder komt. Ook al zijn het op een gegeven moment millimeters. Prima. Kruip maar verder. Dus je komt wel tot je hak. Prima. Dat is ook goed. Maar je scheen is ook goed. Rustig omhoog en wissel dan van kant. Hier plaats je je hand op je bovenbeen en reik je steeds wat verder. Steeds ietsjes verder kruipen. Plaats nu je achterste been naar achteren. Breng je heupen naar de grond. Zo laag als je kan. Zo diep als je kan. Voel die stretch. Plaats je handen naar voren. En glij mee naar voren. Je vouwt je als het ware helemaal mooi dubbel. Rustig omhoog. En wissel om. Nu is je andere been achter. Voorste been voor. Plaats je handen verder. En glijd. Mooi omlaag. En naar voren. Oké, je komt rustig omhoog. Kom weer zitten. Je benen over elkaar heen. En neem dan je rechterarm voor langs. Stretch je schouder. Zorg dat het mooi laag is, dat je stretch echt mooi voelt. Nu neem je dezelfde arm mee naar achteren. Plaats je hand tussen die schouderbladen. Leef je borst. Trek omhoog. Wissel. Stretch. Netjes. Zelfde arm naar achteren. Lift en strek maar uit. Kruip op met je hand steeds wat lager in die rug. Blijf schouders achter dekken, je borst liften. En hier open weer je borst. En duw heel gecontroleerd helemaal omhoog, strek je rug uit. Strek je armen uit. Laat je handen tegen elkaar aan. En vouw omhoog. En naar voren. De handen zet je voor en je ademt in. Bij de uitademing kom je meer naar voren. Voel die spieren in je rug. Voel die spieren in je heupen. Kom rustig omhoog. Plaats je voeten in de grond en trek je heupen rustig omhoog. Handen zijn laag en je benen helemaal gestrekt zijn. En hier spreid je armen zo ver mogelijk. Zo ver mogelijk naar achteren. Met je handen op je bovenbenen, maak je rug bol. Ietsje beneden staan. Oh, kijk naar voren. En ook hier strek je helemaal uit. Helemaal lang maken. Zo lang als jij kan. Adem uit. Mooi. Heel goed. Hey, kom liggen. Of zitten. Als je dat fijn vindt.
ieder geval comfortabel voor jezelf. Dus ga zitten of ga liggen. Eventueel op de bank, als je het fijn vindt. Of in bed. Dat kan natuurlijk ook. Zoek een plek op waar het mooi rustig is. Waar jij mooi tot rust kan komen. En als je dan ligt, zorg er dan ook voor dat je lichaam mooi rustig in de grond ligt. Schouderbladen mooi laag. Je handen op een rustige plek, zeven op je buik. Waardoor je die ademhaling ook voelt in je handen. Je voeten, je tenen. Vallen licht naar buiten. Zodat er ook geen spanning meer staat op die beenspieren. En je zult al snel merken dat je hartslag mooi daalt. Luister naar je omgeving. Je hoort de muziek. En je zult merken dat je gedachten afdwalen. Misschien naar iets leuks wat je morgen gaat doen. Ongeveer wordt het weer zo ontzettend lekker weer. Zoek je de zon op. Naar je werk. En als je dan helemaal mooi rustig ligt, gaan we vanaf de voeten helemaal richting de kruin. Spieren even langs je wel. Afgelopen training getraind hebben. Voeten, je tenen, je enkels, je scheenspieren en je kuitspieren liggen mooi rustig in de grond. Spieren, je hamstrings, je bilspieren, je lies en je heupen komen allemaal tot rust. Gaan we door naar de buik. Naar je ademhaling in je buik. En je zult merken dat die ademhaling verlegen vanuit je buik gaat. Bij een inademing blaas je je buik volledig op in de lucht. En met de uitademing laat je helemaal door je leeg lopen. Adem uit. En vanaf je
buik gaan we door naar de onderrug. Stralen we door naar je bovenrug en je borstspier. Lift je borst naar het plafond. En laat het dan volledig zakken. Dat doen we nog één keertje. Adem in en lift. Adem uit en zak. Vanaf de borst gaan we naar de schouders. Die liggen mooi laag in de vloer. Door naar je nekspieren. Je achterhoofd. Je kruin. En je neus. Als laatste je ogen. Je ogen liggen mooi rustig. Zonder de spanning op staat. En vanaf daar dwalen rust die gedachten af. Denk je eventueel aan iets leuks, of misschien wel helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Als je lichaam al volledig tot rust is gekomen, luister en geniet. Het laatste stukje. Een stukje mooie muziek. Waar je hartslag nog ietsjes verder daalt. En je lichaam helemaal mooi tot rust komt. Blijf mooi rustig ademen.
rustig. Knijp je tenen wat fijn bij elkaar. Je voeten knijp je samen. Je draait je enkels wat los. Je handen even in elkaar. Knijp even vast en strek even weer uit. En als je er klaar voor bent, kom dan mooi rustig omhoog. Kom lekker zitten of blijf lekker liggen, wat jij fijn vindt. Kom zitten. Hey, dames en heren. Dank jullie wel. Goed gewerkt. Volgens mij ging het heel goed. En ik hoop je snel weer te zien.